wordt wel een natte dag vandaag. Het is echt pleuris hier. Wie doet er mee? Als je dat doet, is het wel echt een probleem. Dat is echt ver over de grens. Dezelfde auto staat net voor mijn huis, toeteren, de flesje, de koude wang houden. Precies dezelfde auto staat net voor de deur, toeteren, gebaren uit het raam. We hebben er ook een lekker pleurenzootje van gemaakt gisteren. Helemaal wauw, die afgelopen. Yes, hoe is het? Ik ben wel een beetje gaffy. Nee, volgens mij Pim ook. Die ligt daar ingepakt als een soort Twix. En hebben we hier nog een Twix of is dit Mars? Wat vind je lekkerder, Reno? Nee, doe maar een Marsje. Een Marsje. Pleurenzootje. Ik vind meer een lion. Okke, die stinkt alleen maar, loopt alleen maar te schijten. En die heeft een drank allemaal om zich heen als ongekend. Hi, Pim. Hey Pam. Die bank is best prima trouwens. Lekker man. Ja, maar het is ook een hele lange bank, dus je ligt niet met je poten op dat ding, weet je wel. Hey Jesse, ging met het park ook vandaag nog in of niet? Ja, volgens mij wel, het wordt wel een natte dag vandaag. Het is echt pleuris hier. Ik heb camera's hier, dat denk ik niet, maar het regent. Oh, gisteren heel veel achtbanen gepakt. Maar dat willen we vandaag ook doen. Dus dan wordt ponchos kopen bij de receptie. Want ik heb echt geen zin om shaik nat te worden. Kan dat? Ja toch? Ik kan ponchos kopen toch hier? Dat blijkt me wel. Als ze die model willen, dan verkopen ze wel ponchos, ja. Yes, hè? Wat? Ik maakte geen grapje dat hokken stonden. Kom je naar mijn kamer? Dit is één zin grap. Even slaan, dan poept hij ook. Ja, hij zit al te poepen ook nog. Ruik het dan. Oh mijn god, wat is dit voor lijklucht, ouwe? Insane, hè? Oh, hij liet een paar scheten. Fright Nights all over again. Ja, je wordt helemaal bang van, joh. Fucking hell, man. Daar komt hij volgens mij. Daar komt hij. Oké. That's me insane. Wat is dit voor een ziek, hè? Met die stempel op je hoofd. Ja, ik moet wel even douchen, maar ik heb geen handdoek. Kijk eens in dat kastje naast je. Hm? Kijk eens in dat kastje naast je. Nou, ik wilde gewoon even dat je keek. Ik ga wat regen. Good morning, bro. Good morning, everybody. We zitten weer in een kringetje. Missen alleen nog kaas en worst. Dan is het echt een Nederlandse gathering, dit. Ja, en we missen nog Ok en... Ok is weer een slaapvertiefd en Ido ook. Dus wat zijn ze? De lul. We hebben hier glas water. Ja, fijn. Ja, hier, film even bij. Jij mag jouw vriend doen, ik doe mijn vriend. Jij was nog een soort netjes, maat. Ik deed gewoon boost. Ik weet dat ik hem ooit terug ga krijgen. Vandaar dat ik die. Oh, dat weten we allemaal zeker. Daarom vroeg Roy het ook aan jou, hè? Nee, het werd eerst aan Reno gevraagd. Toen werd het aan Max gevraagd. En toen werd het aan mij gevraagd. Zo, wat kwel jij in je slaap? Je speest hem helemaal de pan uit. Je speest hem helemaal de pan uit. Dat je ook gewoon weer in slaap valt? Ja, echt net. Want ik viel maar niet in slaap door de ellende. Voel je je zo slecht? Ja. Oké, Jesse. Dit is niet mijn idee. Roy zegt, we gaan met z'n allen kans 1 op 10 doen. En die moet die overwinnen. Wie doet er mee? Ik mag niet. Nee, zeker. We gaan steeds weer staan. Wie wint, moet het doen. Wie wint? Kom, Max. Kom. Wie wint, moet het doen. Reno, wij zijn zo lul als je dit moet doen. Ik weet nog wel 1 op 10. Ja, ik ga sowieso weer verliezen met dit plaatje. Oké, met z'n allen. Je winnen is dat je het moet doen. Ja, dat is afgesproken. Ja. Oh mijn god. Wat shit is dit? Doe maar niet erheen. Rennen in dan. Als je dat doet, heb je wel echt een probleem. Dat is echt ver over de grens. Dat ga je echt niet doen. Ja, je hebt zeg maar wel gewoon verloren.
echt niet doen. 3, 2, 1. Fuck. 4. Jullie pakken de laptop. 2. Gewoon hier pakken. Wie pakt even die tas af dan? Ja! Dit gaat echt over mijn grenzen. Ik ben echt niet... Shit, wat is die tas weg moet halen? Ik kan niet een emmer water over me heen gooien. Dat is ook gewoon wel een beetje triest, zeg maar. Dus nee, doe me gewoon niet. Dat is triest, maar wel grappig. Ga even verder slapen met die laptop. Ik weet zeker, als jij, als jij hier had gestaan, niemand anders lag daar, had je ook gewoon leuk gevonden. Ja. Nee, ja. Ja, onzin! Ja. Nee, sowieso wel, ja. Grens, er is een grens, ik ben echt niet moeilijk. Maar geen emmer water, gast. Ja, ik heb ook geen andere broek voor. Oké, okay, dan halen we de emmer weg, alleen het water. Nee. Nou, als een emmer te veel is hier. Ja, zijn laptop ligt aan. Ik moet er nog even bij. Ja! Nou, Ido, je ontsnapt aan een hele heftige situatie. Is ook nog. Ja, dat kan wel. Oké, Ido, we gaan een deal maken. Leuk dat ik zo ga. Ja, je hebt de challenge wel. Ik heb hem verloren, Ido. Nee. Er moet echt wat gebeuren. Er moet echt wat gebeuren. Ja, maar praat even ergens anders. Jullie hebben net mijn hele oor vol gegoten met water. Donderlicht erop. Gewoon even geen zin in. Gewoon even hier dan. Dan pak ik jouw broek en ga jij je onderbroek door het park. Dan hebben we een deal. Nou, ik ga niet met het park. Dus doe maar gewoon even niet. Echt niet. Ik zweer het je. Nou, je hebt zeg maar wel echt verloren, man. Ja, ik heb wel echt verloren. Ik heb het gewoon geen zin in. Hier zeg maar, ja. Dan weet je het. Even oprecht, gewoon opdonderen. Doe maar gewoon niet. Oprecht, gast, ik ben hartstikke duidelijk donder gewoon op. Wat moet ik nog meer zeggen dan dit? Zo erg. Het gaat nu echt te ver. Ik ga het ook denk ik niet doen, maar ik vind het heel grappig. Ik heb legit nog nooit iemand zoveel moeite zien doen met een gesprek om niet water over zich heen te krijgen. Ja, ik had al een doe maar, ben ik er vanaf gestapt onder de douche, ben ik gelijk fris voor vandaag. Ja, ik heb geen andere broek meer mee, dan moet ik straks in een joggingbroek over het park als een kamper. Nou, gaan we nog wel naar het park, het gaat de hele dag storten als een jekko. Wat zeg je? Rijd er vol op de regenbuik dan. Ja! Wat zei de wolk tegen de andere wolk? Ja. Zo, voel me lekker, ik ben in een goede bui. Ja, dat komt wel. Dat komt wel. Hij houdt hem te goed. Jij houdt hem te goed, Ido. Slaap lekker met je laptop. Dankjewel. Inpakken en wegwezen. Of niet, Pim? Ja. Is hij heel gebleven? Ja, nog wel. Nog wel? Ja. Dag vriendjes en vriendinnetjes. Dat was het dan. Oh, Wim. Hey. Het is 1 seconde droog nu. Het heeft al de hele ochtend lopen gids van de regen. Het is nu 12 uur. We gaan niet het park in. We vinden het allemaal te ingrijpend. Ook omdat we allemaal naar de ratten zijn van gisteren. Dus het is inpakken en sloes. Wat een trieste bedoeling. Oh, wat is het fucking klote weer. Nou, en we zijn weer thuis hoor. En het is tijd om naar school te gaan. Ik ben bijna te laat voor mijn les. Hi meneer, je bent al te laat. Ga eens even zitten nou. Ja, ik ga al zitten. Nou, welkom allemaal. Welkom bij Bioles. Vandaag op het programma hoe we jullie Instagram kunnen verbeteren door jullie bio aan te passen. Hey meneer de Jong, wat heb jij daarbij? Nou meneer, dat zal ik u eens uitleggen. Dit is een prachtige nieuwe gaming laptop.
En ik bedoel, voor school heb ik die gekocht. Ik zal vertellen meneer wat deze gaming laptop kan, die ik gekocht heb voor school. Windows 10 erop, 64-bit. Ik heb dus natuurlijk gekocht om elke dag gewoon 24/7 te gamen of om aan school te zitten, weet je wel. Dus dit ding is perfect. Het is een computer met een 64-bit operating system met Windows 10. Het heeft een mechanisch toetsenbord en kan tot wel 8 uur op een volle batterij gewoon meegaan. Echt, het ding is van binnen spik en span, meneer. Moet u goed luisteren. Een NVIDIA GeForce RTX 20. Het is gewoon van de Super Series, hè. GTX 16 series. Ja. Het heeft ook gewoon Intel Core i7 en het heeft ook gewoon een Windforce Infinity Cooling System. 15.16 FAT 3.8 meneer. Ik was het helemaal uit als je rekenen. En dat, meneer, is nou een echte laptop voor game en school. Of niet, Jok? Hey. Oh. Nou, doe mij maar een broodje kibbeling of zo. Ja, dames en heren, ik heb deze super dikke laptop opgestuurd gekregen van Nvidia en Gigabyte. Super dikke samenwerking, deze notebook van Aorus. Hardie cowboy. Dit is een laptop van Aorus, maar volgeladen met technologie van Nvidia. Deze laptop is perfect voor school. Je hebt ze van 15 tot 17 inch. Deze laptop en andere laptops kan je vinden in het linkje in de beschrijving op de website van Begekko. Er zijn er nu 3 momenteel in de aanbieding. Ze zijn puur in de aanbieding, gewoon door deze vlog. Die laptops hebben hele lijpe videokaarten die je dus in de beschrijving kan vinden. Videokaarten zoals de RTX 3060, RTX 3070 Ti en 3080 Ti. En voor de gamenerds onder ons, je kan dus spellen erop spelen met raytracing en DLSS. Knijt het, ik speel dit. Hele vette samenwerking, heel goed spul ook. Kijk hoe compact het is als ik mijn hand erbij houd. Zo'n kleine laptop met zoveel goede technologie erin. En het staat ook niks voor niks erop. Game like a pro. Oké, ik ga even mijn studio in en dan ga ik een testje doen of mijn vrienden echt loyaal zijn. Ik ga wat vrienden bellen, kijken wie opnemen met een lulverhaal. En gewoon puur kijken hoeveel ze om me geven. Of ze loyaal zijn. Een beetje hetzelfde hoekje is dat natuurlijk. Ik ga gewoon video bellen. En dan gaan we het gewoon zien. Komt-ie. Let's go. Oké, mijn eerste slachtoffer is een van mijn beste maatjes. Mr. Dix, Macy. Nou weet ik dat ik een paar protective friends heb. En als dat instinct naar boven komt, zijn ze nogal... Hoe zeg je dat? Te protective. En dan komen er nog wel eens woorden naar boven. Dus ik heb een soort smoes verzonnen. Om even het schelden beperkt te houden. Ga het proberen althans. Oké, nou Mees is bedrukt. Ik denk met Tinder of zo. Zo, wat was dat voor lach? Ik schrok er zelf van. Yo, G. Hé, hey, ik ga je wat vertellen. Moet je even een beetje op je woorden letten, want mijn moeder is ook hier zo. Wat is er? Mijn moeder is er ook en mijn pa, die zitten in de woonkamer. Ik ga net naar het tankstation. Ja? Wil iemand met mij op de foto? Die behandelt me echt met zieke disrespect. Dus ik heb hem nog soort van netjes afgewimpeld. En hij zei iets toen hij wegliep van, kom je halen. Ik weet niet, ik verstond het niet, Pik. Diezelfde auto staat net voor mijn huis, te toeteren, te flashen. Ik ben koulo bang, ouwe. Ik kan toch naar je toe komen? Laat me daar even heen komen dan. Hij doet allemaal gekke gebaren ook en zo uit het raam. Ik heb hem nu niet meer gezien. Want je weet, ik heb camera's rondom mijn huis, maar ik heb elke camera gecheckt. Ik zie hem nu niet meer. Ik kan ook gewoon bij je slapen. Slaap gewoon in die gym. Ja, ik kan ook wel bij me in bed hoor. Ja, als je het relaxed vindt. Wat moet ik nu doen? Blijf gewoon rustig. Als er wat is, los ik het wel op. Komt goed. Hey Brian, kijk. Ik heb even je loyaliteit getest. Er is niks aan de hand. Ik hou wel van je maat, dat je zo reageert. Gewoon, ik hoef niet eens te vragen. Je zegt gelijk, als ik daar toe kom. Ik had het misschien ook heftiger moeten maken, of niet? Ja, maar je zei omdat je moeder erbij zat. Ik weet hoe ik anders ben. Ja, ik dacht dat je helemaal had je hele boel bij elkaar gescholden. Ik moet een smoes hebben om te zorgen dat mijn vrienden niet helemaal zich de tering in schelden. Of erger worden, bedoel ik eigenlijk. Daarom bleef ik zo rustig. Daarom zei ik ook niet van, ik ga hem vermoorden of zo. Ik dacht gewoon van, oh... Ja, dus eigenlijk is het excuus kut. Maar ja, ik kan niks gebruiken als ik jullie allemaal ga bellen en ik zeg die smoes niet. Ik was al bijna onderweg. Hey broertje, liefde naar jou, maat. Dit is top. Ik ben heel blij met je reactie. Ja. Van jou had ik ook wel verwacht dat je gelijk zou zeggen, zou komen. Tuurlijk. Hey, wat is Mees aan het doen al? Hij neemt niet op. Weet niet. Oh, je bent de eerste die ik te pakken heb, man. Oh, ik word door Mees gebeld. Maar zou ik opnemen? Ja, doe maar. Kut, mijn schermopname wordt onderbroken, omdat Mees me belde. Hè?
Oké, wacht, even opnieuw opnemen. Dan ga ik nu Mees terugbellen. Oh, Mees gaat denk ik wel schelden, ik weet het niet. Ik vind het ook lastig om om de masker op te zetten voor mijn maaltijd. Dat is zo lastig. Yo, Mees. Yo. Bel ik gelegen? Ja, de stream is net afgelopen. Oké, let een beetje op je woorden, want mijn ouders zitten ook in de kamer hiernaast. Ik was net bij het tankstation met Ok. Dan vraagt zo'n guy, vroeg om een foto, dus ik niks foto maken. En hij was me gewoon aan het disrespecten, gewoon met onzin. Dus ik vroeg gewoon niks of hij weg wilde gaan, liep hij weg. Zegt, ja, kom je halen vanavond, kom je halen en zo. Precies diezelfde auto stond net voor de deur te toeteren, gebaren uit het raam, flitsen en zo. Mijn koude bank, pik. Moet hij komen? Ja, dat zou wel chill zijn. Oké, ik stap nu de auto in. Lekker, maat. Oh, yo. Zo, ja, Brian komt er ook aan. Want ja, ik zie ze nu niet meer op de camera's rondom het huis, maar weet ik voor waar ze uithangen. Weet ik voor wat hij gaat doen, pik. Nee, oké, ik sluit alles af, ik stap nu de auto in. Wat moet ik nu even doen, hoor? Ik ben alleen met Ok. Deuren dicht, alles? Ja, alles is op slot. Dat sowieso, dat weet je. Heb je een knuppel of iets bij je? Ja, ik heb sowieso genoeg wapens hier liggen, dat weet je. Max, zie je dat van wel voor de zekerheid? Ik kom nu rechtstreeks naar jou. Mees, je bent een topvriend. Ik ging even je loyaliteit testen. Oh. Ik hou van jou, maat. Nee. Zonder te twijfelen zei je, ik kom naar je toe gewoon. Gast, what the fuck, joh. mijn hart ging helemaal kloppen. Ik voelde me helemaal schuldig. Weet je wat, ik wou mijn knuppel meenemen en vast als je buiten zag. Bro, ik hou van jou. Oh, ik ga helemaal trillen, want ik heb het gevoel dat ik mijn vrienden verraad of zo. Terwijl, het is meer een test, maar het is een soort nare test, ik weet niet. Oh, gast, je gelooft het echt, hè? Ja, bro, ik denk, wie is zo teringgek om dat te doen? Ik kom er meteen aan. Was de goede tip dat ik zei, pas op je woorden? Ja, 100%. Als de emoties hoog oplopen, komt alles naar buiten, hè, vriend, ja. Ik denk, wat de fuck, joh, dacht ik. Had je dit verwacht, tuurlijk. Dit had je sowieso verwacht. Ja, je verwacht het, maar ook weer niet. Want stel je voor, je zegt van, ja, ik kan nu niet. Ik ga zo afspreken met vrienden of zo. Kijk, dan, dat is toch een soort teleurstelling waar je stiekem dan mee rekening houdt, weet je, toch? Als je... Ik had, als ik ging chillen, gewoon afgezet. Gast, van een baasactie. Rechtstreeks gekomen. Ja, wat goed, gast. Ik fucking blij mee. Ik was wel aan het staan, hè. Ja, ik zag je het zo altijd afdoen. Ik dacht, oh kut, ik ga nu niet meer verder. Want nu gaat hij echt helemaal afsluiten zelfs. Als ik dat het gepakt was, dan was ik met knuppel en al. Was ik gewoon naartoe aan het lopen. Dan zag ik man die kamer met de knuppel lopen. Oh, wat goed dit. Dit is een goed stukje content. En wat dames en heren, mijn cashbox staat al. Hij gaat gelijk weer even de clown uit hangen, wel. Oké, dames en heren, meestal is Twitch op Twitch. Ik ben vaak laat. Ben je nou een echte vriend of doe je het voor de volgers? Ik heb je wel, hoor. Beide. Daar is wel niks van gelogen ook, trouwens. Heb mij even zo meteen hoe die andere gesprekken zijn. Ja, is goed. Ik ben benieuwd wanneer wie de eerste agressief is. Gaat zien. Ik was wel agressief. Ja, maar ik bedoel echt heftig. Van, what the fuck? Die komen nu eigenlijk heftig. Maar dat komt omdat jij zei van mijn ouders zitten in alle kamer, dus niet schelden. Dat was tanto boos. Oké, okay. Is goed, maat. Ik ga je spreken, ja? Succes, maatje. Hello, bro. Yo. Oh, wat goed dit, ouwe. Ik ga Roy nu bellen als volgende. Alleen, als die opneemt, jongen, vind ik het heel spannend elke keer. Heel erg. Heel spannend zelfs. Dat heb ik nooit, dat gevoel. Helemaal in mijn buik. Alsof je 6 bent en in je eerste attractie gaat, weet je wel. Yo, Roy. Yo, Dan. Gast, ik heb net wat meegemaakt bij het tankstation, ouwe. Wat dan? Ik was aan het tanken en iemand wou op de foto, dus ik ging gewoon niks op de foto, maar hij zat al een beetje te disrespecten en te fokken en zo. Toen liep hij weg en wat ik vroeg op een gegeven moment, joh, dit is wel goed zo, weet je, je bent niet grappig. Blijkbaar viel het helemaal een verkeerde keel gehad, ouwe. Ik zei tegen die gast, dat is het laatste wat ik zei, toen riep hij iets van, ja, kom je halen vanavond, dit en dat, en ik verstond het niet eens goed. En serieus stond hij net gewoon voor mijn deur, diezelfde auto, te seinen, handgebaren, toeteren. Nu zie ik ze niet meer op mijn camera's, maar... Ze gaat de hele tijd heen en weer, ik ben kaulo bang. What the fuck? Wat is dit voor shit? Wat moet ik doen? Ja, politie bellen. Politie bellen? Ja, sowieso. Ik had Mees en Brian al gebeld, maar die kon niet. Wil jij misschien hier pitten vanavond, of niet? Ja, sowieso. Ja? Is goed.
The fuck, ouwe. Oh, je kan ook gewoon bij mij pitten trouwens. Kom alles gewoon naar mij toe. Ja, dat zou ook kunnen, ja. Dat is misschien nog veiliger. Doe dat gewoon. Dat is een fucking goed plan trouwens, gast. Ja, toch? En weet je wat ook een goed plan was? Weet je wat ook een goed plan was? Om jouw loyaliteit te testen. Oh, what the fuck, ouwe. Is dit gewoon voor een vlog? Ja. Oh mijn god. Oh, je bent er wel gepest, ouwe. Ik had stuk gegaan als hij van, ja, nee man, je kan hier niet pitten of nee, ik kom niet naar je toe. Ja, tuurlijk wel, gast. What the fuck? Ja, nee, je weet toch dat je kan sowieso altijd bij mij pitten en dit soort dingen, dat, ja, kun je toch altijd bij mij pitten. Je reageerde ook heel kalm. En tegen de rest die ik belde, zei ik van, ja, pas op, mijn ouders zitten daar, die gaan schelden. Maar van jou weet ik, als ik jou bel, dat ik dat niet hoef te zeggen. Ik heb dat niet gezegd. Nee, jij blijft altijd rustig. Fucking boy. Oh, gaf, wat goed dit. Wat een kutkal eigenlijk dan dit, joh. Ja, maar stel je voor, het was echt. Dan ben ik wel echt heel blij met jou als maat. Ja, tuurlijk. Ik was of naar jou toegekomen nu, of je had gewoon naar mij toe kunnen komen. Maar er was sowieso iets gebeurd. ja. Nou, veel plezier met je serie. Zat volgens mij Game of Thrones nou, kijken. Tot vanavond, hè. Tot vanavond. Meppen we samen een paar gasten in de kamer, een paar knuppels. Ja, precies. Helemaal goed. Is goed, bye. Veel plezier met je serie. Fette. Yo, later. Goeie reactie van Roy. Blij mee. Dan gaan we door naar mijn maatje Jeff. Yo, Jeff. Yo, ben ik gelegen? Altijd gelegen. Wat is wat? Oh, de verbinding is een beetje slecht. Ben jij thuis of niet? Nee, man. Oké, nou, ik zit hier met mijn ouders, dus misschien een beetje op je taalgebruik letten wat ik nu ga vertellen. Ik was op de snelweg en blijkbaar vond iemand of zo dat ik hem afsneed. Ging hij gewoon helemaal mij blokkeren op de snelweg, uitstappen, op mijn ramen bonken. Ben ik weggereden. En ik denk dat hij weet wie hij was. Want hij stond net voor mijn deur te toeteren, te seinen, gebaren uit het raam en zo. Pik mijn koude bang. Ik zie hem nu niet meer op mijn camera's. Maar ik weet gewoon niet wat ik moet doen, ouwe. Ik ben nu bij Lara, maar ik wil van huis rijden. Ja. Nee, blijf lekker daar dan. Nee, natuurlijk niet. Maar het is een uurtje rijden, maar ik weet niet of ik dan op tijd ben. Ik kan dit echt niet volhouden. Ik neem je in de zeik om te kijken of je een loyale vriend bent. Ik ben een teringlaaier. Nou, ik stond toch naast mijn bed, maat. Sorry, maat. Hey, maar liefde naar jou, maat, voor je reactie. Ja, tuurlijk. Video. Er is helemaal niks aan de hand. Nee, er is niks aan de hand. Ik ging ook kijken of je... Oh, ik vind het lastig om te doen, man. Nou, je deed goed. Ja, jij ook. Ja. Lekker man, dus je laat me schrikken man. Ja, dat is eens eerder gehad natuurlijk, dat je zegt van Ik had het ook een keer met een tikkie gedaan, ja, klopt. Ja, maar dat was niet eens bij mij. Maar ik bedoel dat er wel eens wat was geweest en dat je achteraf vertelde hadden van Jeff, er stonden een paar gasten bij mijn deur, weet je wel. Ja, dat is wel eens echt gebeurd, ja. Ik heb er tegen gezegd, zeg wat gelijk, want dan kan ik misschien even helpen. Ja. Weet je, hier komt een kraan. Nou, ik heb niet iets ingrijpends onderbroken, toch? Nee, we zaten een filmpje te kijken. Nou, hartstikke leuk. Is goed, hè? Oké. Okay. En trouwens, ik heb vakantie, man. Ik hoop je van de week even te zien. Ja, 100%. Dan gaan we even hangen, ouwe. Maar, Pik, respect voor je reactie. Jij met een echte vriend. Dat weet ik wel. Daarom. Love you, man. Love you, bro. Groetjes daar met iedereen en alles. Veel plezier. Yo. Love you, bro. Wow, ook Jeff. Wauw, iedereen reageert. Fantastisch. Alle vier die tot nu toe gebeld hebben, waanzinnig. Ik durf niet door te bellen. Ik voel me heel schuldig erdoor. Ik weet niet wat het is. Ik voel me zo schuldig. Weet je hoe het komt, denk ik? Ik ben gewoon heel gek en heel gehecht aan mijn kring. En er komt zelden iemand nieuw in mijn kring. En dan gaat ook niet zo snel iemand uit. Dus ik denk dat ik daardoor een soort van schuldgevoel voel of zo. Maar het is wel echt heel leuk om te zien dat ze reageren. Ik zit te denken om al die gasten uit het dorp te bellen gewoon, weet je. Maar ik heb Jeff nu al gehad. Maar ik kan dat echt niet aandoen. Misschien pitten ze al. Het is 9:15 s'avonds. Veel moeten werken morgen. Nee, trouwens, mijn vrienden pitten nooit vroeg. Ik zoek gewoon een reden om het niet te doen. Wakker. Ja. Het is heftig om te doen, man. Ja? Ja. Iedereen reageert gewoon van, ja, moet ik nu komen? Voor je bij mij slapen? Of... Ja? Ja, man. Echte loyale, goede vrienden zijn dan. Ja, zo is het. Wie heb je allemaal gebeld? Ik heb alleen maar Brian, Mees, Roy en Jeff gebeld. Ik voel me te schuldig om de rest te bellen of zo. Ik krijg helemaal zieke... Ja, heb je al gezegd dat de grap is? Ja, tuurlijk. Ik wil eigenlijk Wes bellen of Mer of zo nog. Maar ik ga het niet doen. Ja, joh, nee, ik doe het niet, man. Ik durf het niet. Als je het doet... Wat doe jij nu eens met iemand dan? Bel jij Jorgens op? Dat je nu alleen thuis bent hier. Ja, ik vind het ook kut om te doen. Ja, zie je? Ja, zie je? Ja, dat is kut, hè? Ja. Ja, Jorg wordt helemaal gek. Wil je hem bellen?
Durf het niet. Nee, ik wil het hem niet aandoen. Ze zegt, ja, snap je nu wat ik bedoel? Nu snap ik het pas, ja. Omdat je belt iemand en wat als ze een heel paniekerig gevoel krijgen of zo. Ik dacht, vat hoe grapje, maar nu ik het eigenlijk doe, denk ik, ja. Ja, ja. Nee, ik ga het niet doen. Nee. Nou, wil je nou echt checken of je een loyale vrienden hebt? Poel deze prank. Nou, wel met een andere reden waarschijnlijk dan dat ik gooide. Maar dat was voor mij de meest logische om te kiezen. En kom erachter of je mattescores loyaal zijn. Of ze hem je geven, weet je wel. Ik ben helemaal tevreden. Zo blij met mijn vriendenkring, wow. Nou, dames en heren, dat was dat. Nou, ik hoef denk ik niet te zeggen hoe blij ik ben met mijn vriendenkring, want dan val ik nogal in herhaling. Morgen ben ik weer terug met een nieuwe vlog om 5 uur. Wordt weer gekkigheid, dus wees er morgen om 5 uur bij. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later, toppers. Goedemorgen. Schrokken.